Uitstelgedrag, je kent het wel. Je hebt van alles te doen, maar je begint er maar niet aan. We hebben er allemaal wel eens last van. En toch is het niet heel erg handig. Gelukkig zijn er meerdere manieren om te gaan met je uitstelgedrag wanneer je hier tenminste last van hebt. In deze video delen we hiervoor een aantal tips met jou. Voordat we dit doen, is het voor jezelf wel altijd even goed om na te denken over waar jouw uitstelgedrag vandaan komt. Want dat we dingen voor ons uit blijven schuiven, daar zijn best wel wat redenen voor. Misschien komt het doordat je doelen niet duidelijk zijn en dat je door je gebrek aan helderheid de motivatie mist. Of misschien lijkt het allemaal zo veel, weet je niet waar je moet beginnen en je raadt het al, dan ga je uitstellen. Of misschien heb je gewoon moeite met discipline. Wat je reden ook is, je doet er altijd goed aan om dit voor jezelf te onderzoeken. Alright, hier komen de tips. Tip nummer 1, een dagelijkse top 5. Start je dag namelijk door 5 dingen op te schrijven die jij vandaag echt moet oppakken. En draag dit lijstje met je mee. Heb je tijd in de ochtend? Pak ze dan direct op. Want vaak zijn het niet de leukste taken en de taken waar je geen zin in hebt, die stel je het snelst uit. Tip nummer 2, beloon jezelf. Denk van tevoren eens na waar jij jezelf mee kan belonen als je je belangrijkste taken hebt afgerond. Ik ga dan bijvoorbeeld voor mezelf wat lekkers eten, wat leuks doen of hou iets kleins voor mezelf. Of het mag ook iets groots zijn trouwens. Dit houdt me gemotiveerd omdat ik weet dat er iets prettigs op me wacht. Probeer trouwens je beloning niet alleen maar te koppelen aan het beste resultaat, maar beloon jezelf ook eens als je je best hebt gedaan. Beloon jezelf dus voor de moeite, al helemaal als je taken wat ingewikkelder zijn. Tip nummer 3, denk in kleine stappen. Probeer dus niet alles tegelijk te doen en probeer juist stapje voor stapje te denken als het gaat om het afronden van jouw taken. Dat is overigens iets waar ik heel veel moeite mee heb. Want het lijkt dan al heel snel heel veel werk en de kans op uitstellen is dan in ieder geval bij mij een stuk groter. Denk dus vooral in kleine stapjes, want dat is hoe je uiteindelijk ook die grote marathon loopt. Stapje voor stapje. Tip nummer 4, samen is sterker, want je hoeft het niet alleen te doen. En hulp vragen kan al bij iets simpels, namelijk bij het checken of jij aan het uitstellen bent. Je hebt dan als het ware een stok achter de deur die even bij je komt aankloppen hoe het met je uitstelgedrag gaat. En ik kan uit ervaring vertellen, dat is erg handig. En de laatste tip, niet te streng voor jezelf zijn. Ik snap het is echt vervelend als je weer niet hebt gedaan wat je moet doen. Maar ik weet één ding zeker, het helpt gewoon niet om negatief te zijn over jezelf als het niet wil lukken. Sterker nog, hierdoor ga je alleen maar sneller en vaker uitstellen. Probeer op die momenten dus lief voor jezelf te zijn of ga op zoek naar mensen die lief voor jou kunnen zijn. En vertrouw erop dat het allemaal echt wel goed komt. Dit zijn een paar kleine tips over hoe jij met je uitstelgedrag kunt omgaan. Ga je met de tips aan de slag? Laat ons dan zeker even weten of ze wel of niet voor jou werken. Heb jij tips voor ons? Deel ze dan ook zeker in de comments, want wij lezen ze graag. YoungUp, ontwikkeling door doen.